Ja, kijk eens. We gaan weer wat ontdekken. Je ziet het heel duidelijk. Het is een soort smal pad tussen de rietvelden. Heel erg gaaf dit. Jongens, kijk dan wat daar hangt. Heel erg gaaf dit. Wacht. Hier hangt nog meer. Kijk dan hoe dat eruit ziet. Als iemand weet hoe die dingen heten en wat het is. Ik zal even een voorzichtig afhalen. Ik weet niet of dat ze... Nee. Ze bezitten geen dorens. Dus mocht iemand weten hoe deze plant heet. Deze dus. Dan zet het ook even onder de video. Ik weet niet of hij daar scherp op wil stellen. Normaal doet hij dat wel heel dichtbij. Even kijken. Ja. Heel erg mooi. Zo ziet het eruit. Dus mocht iemand weten hoe het heet, drop het even onder de video. Ik weet niet of er iets van zaden in zitten. Waarschijnlijk wel. Geen idee. Daar kom ik later nog wel achter. Hey, wow. Wacht even. Eén moment. Ik heb een soort van knoflookachtige lucht opeens aan mijn hand. Heel erg apart, maar goed. Jongens, kijk, hier staan ze volgens mij weer. Maar deze zijn een beetje meer groener van kleur. Het is een soort van, ja, hoe moet ik het zeggen, knoflookachtige lucht, maar dan een beetje naar, ja, heel iets verbrand. Meer houtskoolachtig, zo ongeveer. En je raadt het al, hey jongens, dat meen je niet. Het zijn nee, toch niet. Wauw, ik wou zeggen dat zijn gewoon rietstengels, maar je ziet het heel duidelijk. Deze is gewoon aan de rietstengel gevlochten, dus die komt van onderaf. Kijk, daar loopt zijn tak helemaal heen. En die groeit helemaal hier rondom, tot helemaal hier bovenaan. Ik zal er nog eens even een afhalen. Zo ruikt die nergens na. Eén moment, eventjes nog een keer kijken. Dus even kijken of dat er zaden in zit. Volgens mij zitten er wel een soort van pitten in. Ik weet niet of jullie het op de camera kunnen zien. Ik hoop dat hij erop scherp wil gaan stellen. Normaal doet hij dat zo heel dichtbij niet. Wacht, ja, er komt beweging in. Gaaf. Wow. Jazekers, wow. Die hebben een hele sterke lucht bij zich. Oké dan, gaaf. We zijn weer achter iets. Jongens, kijk dan. Ja, de wilde ganzen gaan er vliegen. En als je dan heel goed oplet... Nee, dan wou ik bijna zeggen van daar staat er nog een, maar dit keer niet. Jongens, kijk eens even naar deze mega grote bladeren die we hier gevonden hebben. Dit is mijn hand. En je ziet het heel duidelijk hoe mega groot die is. Echt groot, jong. Wow. Kijk dan naar die rietvelden. Gaaf. Als we heel stil zijn... Hier achter dit bankje... Daar zit een soort van waterplas. En het kan zijn dat we nu vogels kunnen spotten. Want je ziet het. Die beesten die daarop staan, die leven hier. Eén moment. Ik hoor wel allemaal gekwek en getwieter. Ik zal mijn tas even hier neerleggen. Jongens, we hebben een beest gevonden. We hebben een heel groot beest. Ik weet niet wat het is. Daar zit het. Wow, als ik nou iets rustiger was geweest, dan had ik hem waarschijnlijk een hele poos kunnen filmen. Ik weet niet wat het is, ik hoorde allemaal gekwek vandaan. Die struiken daar, dat rietveld, zit helemaal vol met vogels. En je raadt het al, daar zijn nog meer beesten. De wilde ganzen vliegen weg.
Ja, het is zover. Ze gaan zich langzaam opmaken voor de wintermaanden. Jongens, let goed op. Dit lijkt een normale bank waar je kan zitten. Ja? Maar dat is het zeker niet. Want daar, op dat stuk, daar ligt iets. Goed opletten of dat jullie het kunnen zien. Ja, daar hangt een soort van geelachtig dopje. We gaan even kijken wat het is. Daar is het. Jongens, we hebben gewoon een geocache gevonden. Dit is het boekje, daar kun je in schrijven. En je ziet het ook, het is een originele geocache. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen, zo dichtbij. Even kijken of die dat wil infocussen. Ik denk het nu haast wel niet. Huh? Officieel geocache. Jawel, plaats het nummer even terug. Poppetje gezien, kastje dicht. Even kijken hier. Ja, dit is een heel mooi gebied. Jongens, ik weet niet of jullie het horen. Luister goed naar de sound. Horen jullie dat? In dat stuk zitten, nou, ik schat, een aantal honderd vogels bij elkaar die continu een geluid maken. Alleen ik kan erop inzoomen. Ik denk niet dat ik er eentje kan zien, maar we doen ons best. Nee, die zitten daar helemaal diep in verscholen. Wacht, jawel. Zag je dat? Er kwam van alles voorbij. Het zit helemaal vol met beesten daar. Jongens, kijk dan hoe snel dat gaat. Jongens, ze vliegen heel laag bij de grond om niet ontdekt te worden door de roofvogel. Want je ziet het heel duidelijk. Die bevindt zich ook hier in dat gebied. En als deze ogen dat in de gaten krijgen, dan is dat hap hap en dan zijn die beesten weg. Oh, kijk eens hoe felle kop die heeft. Maar nu ik zal hem nog eens een keer proberen. Wacht, daar heb je een soort van open veld daarachter. Zie je dat? Dat lijkt me ook zo'n plek waar zich beesten ophouden aan die rand. Ik zal heel even kijken of dat ik nog meer beesten voor de camera kan krijgen. Je raadt het al, dat gaat heel moeilijk worden, denk ik. Je hoort van alles, maar je ziet niks. Nee, dat gaat hem dus niet. Jawel, er vloog wat voorbij. Wacht, ik zal hem even op dit punt houden. Ja, zie je dat? Er vliegt steeds iets voorbij, precies op die rand. Dus ze houden zich net verscholen, dat je ze net niet kan zien. Maar wij kunnen hier op de bank staan. Dus wij kunnen nu hoger. Oh jongens, let op. Kijk eens wat daar allemaal gebeurt. Wow. Dit is één vogelparadijs. Zie dat hoe mega snel ze zijn. Jongens, er komen gewoon hele kolonnes voorbij vliegen. Ja, die gaan natuurlijk allemaal een slaapplek zoeken voor de avond. Want je ziet het, de zon is al bijna onder. Wacht, ik ga eens even een poging doen of ik daar ook wat kan zien. Nee, daar zit waarschijnlijk niks. Het is alleen in deze rond, is het. Wacht. Dan zou je haast moeten zeggen dat ik nu wat voor de camera moet gaan krijgen.
Ja, daar was er een. Kijk, je ziet heel duidelijk dat ze ergens uit komen vliegen. Maar waar? Ik weet niet of dat midden in beeld... Ja, dat was een vogel, die is nu weg. En dat zijn de paarden erachteraan. Hey, jongens, ze komen gewoon letterlijk daaruit vliegen en ze vliegen die kant op. Dit weet ik nou, dit ga ik dus nu in de gaten houden voor de volgende keer. Wauw, heel erg gaaf. Ik denk dat ik hier morgenavond... Jongens, ik heb een nachtkijker. Wat zal er gebeuren als ik hier met mijn nachtkijker ga staan? Dat ga ik zeker een keer uittesten. Als jullie willen dat ik hier met mijn nachtkijker ga filmen... Er zit alleen geen geluid op. Het is alleen een soort van beeld. Het is ook niet groen. Oh jongens, wat gebeurt er? Kijk eens. Wauw, dat spektakel. Wat ineens voor de camera. Het is helemaal zwart. Waar gaan ze heen? Ze maken een geluid. Dan gaan ze keren, ik dacht het wel. Ze storten neer. Kijk, ze gaan allemaal in het riet zitten. Wauw, kijk eens. Dit is gaaf. Ik heb zoiets eigenlijk nog nooit op deze manier kunnen filmen. Dit is weer de eerste keer. Gaaf, jong. Wauw, ik zou hier eigenlijk nog wel langer... Wacht, we gaan hier gewoon langer staan. Waarom zou ik dan weggaan? Kijken wat er gaat gebeuren. Eventjes kijken. Oh, ik moet natuurlijk niet hier het water in donderen. Want dan haal ik een nat pak. Eventjes kijken wat er gaat gebeuren. Ja, helemaal niks. Je moet gewoon rustig zijn en dan gebeurt er vanzelf al iets. Het kan zijn dat ze nu dus een slaapplek gevonden hebben. En dat ze dus nu niet verstoord worden. Dat ze daar dus waarschijnlijk de hele nacht blijven zitten. Want je ziet het, daar aan die kant is de zon al officieel onder. Kijk eens wat een prachtig gebied we hier gevonden hebben. Oh... Ik ga nog een keer de test doen, wacht. Misschien dat we nog wat beesten ervoor krijgen. Jongens, wat gebeurt daar onder in de hoek in het beeld van mij? Zien jullie dat, dat zwarte wat daar beweegt? Rechts onder in de hoek. Geen idee wat het is. Het zit helemaal vol met beesten. Ik zie er geen één, dat is wel jammer. Maar goed, we gaan nog even de camera hier ophouden, een paar seconden. En als er dan niks gebeurt, dan gaan we helaas weer. Nee, er gebeurt niks. Dat duurt gewoon te lang. Wij gaan hier weer weg. Dit was nog eventjes een korte avondvlog. Eventjes nog extra informatie. Nu aankomende vrijdag ga ik weer een shout-out doen. Dus een kanaalnamenpromotie. Dus als jullie er ook weer bij willen zitten. Zet het eventjes onder de laatste shout-out video op mijn kanaal. Dus een hele hoop video's terugkijken. Gewoon zoeken naar shout-out. En dan vinden jullie het wel. En dan moeten jullie daar het onder zetten. Dat jullie kanaal ook gepromoot wil worden. En dan komt dat nu vrijdag wel in orde. Als jullie snel zijn. Dit is het gewoon. Wacht. Eén moment. Ik ga nog een keer de test doen. Ja jong, wow. Echt een hele knoflooklucht komt hier af. Wat is dat? Dat meen je niet. Zijn dat van die pitten? Nee, dat zijn gewoon de blaadjes ervan. Oké dan. Ik wil eigenlijk zo'n ding meenemen, maar je ziet het al, ze zitten helemaal gedraaid hieromheen. Dat is trouwens ook wel mooi. Voor binnen als een soort van droogbloemen. Maar maakt niet uit, ik haal ze er morgen dan wel af. Ik heb er nou eigenlijk geen zin in. Want ik moet nog eigenlijk naar de winkel toe. Maar ik kan alvast een begin maken. Zo. Dit is het gewoon. Gaaf, jong. Dus nogmaals, als iemand de naam weet van deze plant die hier groeit... Dus het gaat dus om dat dingetje. Ja. Hier gaat het dus om. Dus als iemand weet hoe dit ding heet, zet het graag eventjes onder de video. Ik ben heel benieuwd
En je ziet het is gewoon helemaal gedraaid. En hier iets verder staan ze ook nog. Hier hoor ik ook allemaal geluid vandaan komen uit deze boom. Dus hier zal ook weer wat in zitten. En jongens, jullie willen niet weten wat zich hier tussen dat riet allemaal verschuilt van beesten. Je ziet het, dit is een pad tussen twee rietvelden in. Jongens, kijk dan, als je hier gewoon naar binnen gaat, hier tussendoor. Wow, ik dacht we hadden een wandelende tak, maar dat is gewoon iets wat erop lijkt. Dus het gaat dus om deze dingen. Deze zijn iets meer groen van kleur. Heel mooi. En ze stinken naar knoflook, jawel. Dan moet ik er ook nog even bij zeggen, gaaf jong. Hier staan ze ook weer, maar hier zijn ze al iets meer bruinachtig. Kijk goed. Het ziet er wel heel mooi uit, alleen het stikt naar knoflook en je komt het niet vaak tegen. Er kwam iets door het beeld vliegen, zag ik net. Gaaf. Kijk, hier staan ze ook en je ziet het. Ja, jongens, hier kun je het heel duidelijk zien. Ze zijn hier gewoon omheen gewikkeld. Zie je dat? Die draaien zich er helemaal omheen. Gaaf. Kijken wat hier allemaal staat. Oh jongens, kijk dan. Dat zit helemaal vol. Jongens, kijk eens even naar deze rand die hier staat. Wij gaan de vlog weer beëindigen. Ik hoop dat jullie dit een leuke avondvlog vonden. En tot de volgende keer maar weer.